In de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Heilige van de Week. De heilige van deze week gaat over Sint Theodorus in Mystrici. De naam Theodorus betekent een geschenk van God. Sint Theodorus is geboren in Tyrus in het jaar 270 na Christus. Hij groeide op in de tijd toen keizer Numerianus aan de macht was. Sint Theodorus diende in zijn jonge jaren in het leger van het Romeinse Rijk en werd gevorderd als commandant. Op een dag kreeg Sint Theodorus een visioen. In zijn droom zag hij dat een ladder was uitgestrekt van de hemel naar de aarde. Aan de bovenkant van de ladder zag hij God op een grote troon zitten. De Heer was omringd door zingende engelen. Onderaan de ladder zag hij een grote beest. Een grote beest stelde de duivel voor. Sint Theodorus kreeg een boodschap van God. God vertelde hem dat om zijn naams wil zijn bloed vergoten zal worden. En toen vroeg Sint Theodorus aan God: wat gebeurt er met mijn vriend Leontios? Toen zei God tegen hem dat hij, Leontios en Panikaros met hem zullen sterven. Panikaros was de commandant van het Persische leger en hij vocht juist tegen het leger van Sint Theodorus. Maar Sint Theodorus vertelde hem over God, waardoor hij ook christen werd. Op een dag riep de keizer Diocletianus Sint Theodorus naar zich toe. En Sint Theodorus had al door dat de keizer hem zou vragen of hij zijn afgoden wilde aanbidden. Nou, Sint Theodorus ging naar de keizer toe. En de keizer ontving hem goed. Hij ging hem vragen stellen over zijn leger en over de oorlog. Op een gegeven moment vroeg de keizer of Sint Theodorus de afgod Apollo wilde aanbidden. Maar natuurlijk weigerde Sint Theodorus dit te doen. De keizer werd heel boos. Hij beval zijn mannen om Sint Theodorus aan een boom te spijkeren en hij werd ook op een brute manier gemarteld. Maar Sint Theodorus had geloof in God en God liet hem ook niet alleen. Uiteindelijk stierf Sint Theodorus de martelarendood. Doordat Sint Theodorus niet bang was en sterk stond in het geloof, ontving hij de kroon van de martelaren. De keizer vroeg vervolgens aan de soldaten van Sint Theodorus of zij ook voor de afgoden wilden aanbidden. Maar ook zij weigerden en zeiden dat zij geen andere koning kennen dan de koning, dan de Heer Jezus Christus. En toen beval de keizer ook dat al deze mannen ook onthoofd moesten worden. Een aantal jaren terug hebben wij een klooster gekocht en het klooster is vernoemd naar deze heilige Sint Theodorus. Wat wij van dit verhaal kunnen leren is om net als Sint Theodorus sterk te zijn in het geloof en niet bang te zijn. Wij herdenken zijn verhaal op de 12e dag van Tuba, wat overeenkomt met 20 januari. Mogen zijn gebeden met ons zijn. Amen. In de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, één God. Amen.